Trainen, hoe is het met de blessure gevallen? Ja, dat gaat goed. We hebben uh, morgen alleen Kakuta en niet bij. Ja, wat is er precies met hem aan de hand? Hoe erg is zijn uh, blessure? Nou, die is niet zo heel erg. Hij, uh, hij traint gelukkig weer volop. En uh, we hopen dat hij zo snel mogelijk kan aansluiten. Morgenavond moet het gebeuren. Ja, zeker. Uh, we gaan er alles aan doen om, uh, om de volgende ronde te halen. En, uh, en uh, sowieso, de Sipol is een mooie avond te bezorgen. Uh, voor onszelf is het ook uh, goed voor onze ontwikkeling om, om de volgende ronde te halen. Dus we gaan er alles aan doen. Ja, hoe belangrijk vind jij het en vinden jullie het om de groepsfase te halen? Zeker, want dan heb je. Ik vind het gewoon belangrijk omdat je. Dan heb je tien Europese wedstrijden benen. En voor jonge spelers van mijn leeftijd en uh, spelers die bij ons in de spelergroep zitten. Is dat gewoon een, uh, belangrijk voor, voor onze ontwikkeling. En uh, natuurlijk is het ook uh, belangrijk voor de, voor de naam van de club in Europa. Dus. Dat speelt allemaal een rol. Dus vandaar vind ik het heel belangrijk. Vorige week is het 1-1 geworden. Dat betekent dat de tegenstander, die moet morgenavond, heeft dat toch invloed op de manier waarop jullie willen spelen? Nee, omdat ik vind dat je altijd naar jezelf moet kijken. Wij hebben een manier van spelen, dat trainen we al vier weken op. Die manier van spelen zijn we aan het verfijnen. En als je, ik ben ervan overtuigd, als je die zo goed mogelijk uitvoert, dan, dan ga je deze wedstrijd winnen. En als je gaat kijken naar de tegenstander of naar de uitslag. En je zou denken van joh, 0-0 is genoeg. Dan is de kans dat je verliest in mijn ogen veel groter dan wanneer je gewoon je eigen spel wil spelen. Hoeveel ervaring met dit soort wedstrijden heb je? Buitenlandse wedstrijden? ik heb er bij Feyenoord wel een aantal gespeeld. Ik denk een stuk of tien, misschien wel meer. En uh, het is natuurlijk een hele, hele, hele andere, hele andere ervaring. Ik, heb, uh, ik weet nog dat ik met Feyenoord de wedstrijd speelde bij Deportivo La Coruña. We werden helemaal weggespeeld. En uh, het weekend daarop speelden we in Nederland. En uh, ja. Het tempo was zoveel lager in, die, in, de, in de Nederlandse competitie, dus vandaar al dat het, uh, dat het heel, heel wat uitmaakt voor ons. En, uh, ja, ik hoop echt dat we heel ver kunnen komen en, en ons gewoon goed door kunnen ontwikkelen. Verwacht je eenzelfde soort uh, tegenstander, hetzelfde concept of verwacht je dat ze er morgen, omdat zij moeten, bovenop zullen vliegen? Nee, ik verwacht eigenlijk dezelfde strijdwijze, dat wil zeggen in het begin zullen ze de kat misschien uit de boom kijken. En wanneer de stand daarom vraagt naar het einde van de wedstrijd toe, dat ze dan volle bak willen spelen om alsnog die beslissing te forceren? We we came here we don't niets have nothing to lose for tomorrow night. Uh, normally is uh, how I say the om first chance to to go in the next round. But we came here to voetbal play football, to try proberen to, to score because uh, we need to score. En uh, voor that reden hopen uh, we de hope we do, we do surprise te doen. Hoe goed vond jij Petro Loel? Ja, ze hebben meerdere kansen gecreëerd uh, dan ons. En, maar ja, aan de andere kant, zij speelden ook thuis, ze hebben meer wedstrijden in de benen En uh, ik denk dat het nu wel een, een andere wedstrijd kan worden als wij gewoon uh, ons beste spel laten zien. En, en dan denk ik wel dat wij de volgende orden kunnen halen.